Het is vandaag 1 april 2020. Het is dus een nieuwe maand ingegaan. En het is daarom vandaag ook de dag waarop iedereen normaal gezien gefopt wordt. Nu dit jaar heb ik voor het eerst in een paar jaar nog niemand gefopt. Vanwege de lockdown natuurlijk. Goed, uiteindelijk is het ook maar een dag zoals een andere, maar er is wel iets dat ik toch altijd naar uitkijk. Het is wel een beetje jammer dat ik er niet echt iets van gemaakt heb dit jaar, maar goed, gezien de omstandigheden is dat natuurlijk wel begrijpbaar. De situatie ziet er naar uit alsof het begint te stabiliseren hier in België. We hebben nog steeds een stijgend aantal doden wegens de corona-infectie. Maar het aantal mensen die dagelijks opgenomen worden in het ziekenhuis blijkt min of meer te stabiliseren. Het kan nog steeds een beetje stijgen, een beetje naar beneden gaan. Maar de laatste vier, vijf dagen, valt het zo rond de 500 à 600 mensen die per dag dus in het ziekenhuis opgenomen worden. Dus dat is goed nieuws voor mezelf. Vandaag ben ik opnieuw bezig geweest met het monteren van verschillende video's, zowel voor mijn werk als voor privézaken. Dingen waar ik in mijn vrije tijd mee bezig ben, zoals deze, dit soort video's. Ik heb ook een nieuw ideetje gehad om eventueel een nieuw soort video's op te nemen. Ik ga kijken of ik daar morgen eventueel tijd voor vind. Zo niet, zal het voor later deze week of eventueel zelfs in het weekend zijn. Ik zou graag dus een paar nieuwe uitdagingen zoeken op dit platform en kijken wat ik daarmee zou kunnen doen. Want nu begin ik toch wel een soort routine te vinden in de video's die ik aan het opstellen ben. Zowel deze lockdown dagboeken als voor Amazing, de quarantaine talks en de Kenny's corona tips. Begin ik een soort routine te vinden, zoals ik eerder zei. En ik ben dus op zoek naar eventuele nieuwe uitdagingen of nieuwe projecten die op dit platform zou kunnen uitbrengen. Dus ik ben benieuwd naar wat de toekomst daarin brengt. Het is een moment om te experimenteren, om nieuwe dingen te proberen, om grenzen te verleggen en om de tijd toch nuttig te gebruiken. Dus dat is een van de dingen waar ik nu mijn aandacht op aan het focussen ben. Waar ik de komende dagen / weken graag iets meer aandacht aan zou besteden en iets verder zou ontwikkelen om te zien wat er daarin gaat gebeuren.